Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we hier. Ja, het is de laatste keer dat ik dit ga doen, denk ik. Ja, behalve als jullie dit vaker willen zien, want de reacties zijn erg enthousiast. Ik ga nog één keer kijken naar wie wel K2 en K3 kan worden, wat ik dus niet ben. Volgens mij zijn nu alle audities geweest, als het goed is. Van auditie ronde 1 en 2 heb ik allebei een video gemaakt. Nu zijn 3 en 4 geweest. Dus ga ik even in één video doen. Dus dat echt de audities die je nu gaat zien zijn allemaal... Ja, slecht. Want ik had er moeten staan. Dat is het ding. Ik had daar moeten staan. Maar ik sta er niet. Dat is ongelooflijk. Het is echt diep en diep triest. Het is echt diep en diep triest. Wat een stuk minder diep triest is, is het volgende. Oh, mensen, wat zijn er toch veel mooie dingen in het leven. Net zoals Mac Arena. Zoals jullie weten zijn er heel veel games op je mobiel. Ja, je kent allemaal kaas en zo. Maar deze is top. En deze kan je met je vrienden spelen. En dat is wat je wil. Deze shooter, dit wil je. Je wil dit met je vrienden spelen. Een mech is het poppetje... Een mech is een poppetje waarmee je loopt. En er zijn echt tientallen die je kan gebruiken. En ook tientallen verschillende wapens waarmee je kan gaan schieten. Het doel is om zoveel mogelijk vlaggen te veroveren en de tegenstander uit te schakelen. Je kan ook special abilities op je wapens vrijspelen. Dan kan je extra damage doen aan je tegenstanders. Dat is wat je wil. Zeker als je wil winnen. En door je mech te upgraden krijg je meer health, meer power met schieten. En wordt je hele popje gewoon beter. Dat is uiteindelijk natuurlijk wat je wil. Er zijn ziek veel events die nu aan het gebeuren zijn. En één event komt er nu aan. Dat is het Halloween event. Dus je moet snel als je erbij wil zijn. Er zijn namelijk speciale Halloween skins die je kan winnen. Nou, dat wil je natuurlijk. Want ja, die kan je alleen nu winnen. En voor de rest van het jaar niet meer. Dus je bent zeg maar helemaal mannetjes die je nu hebt. En je kan ook de Disc Launcher vrijspelen. Dat is een speciaal wapen. Ook alleen tijdens de Halloween events. Dus doe mee. Het is totaal gratis de game. Je kan een linkje in de beschrijving. Kan je hem downloaden. En als jij hem downloadt via mijn link. Krijg je allemaal alle heerlijke speciale dingen. Namelijk 1 Force Digital Skin. Dus je krijgt een skin die je alleen maar hebt als je via mij komt. 200 E-coins en 10.000 credits. Dat is echt wat je wil. Invite je vrienden en ga spelen. En misschien komen wij elkaar wel tegen. Hé man, je weet niet. Dat link staat dus in de beschrijving. Download het. En laten we maar gaan kijken naar de allereerste auditie. Hallo allemaal. Nou toch eens. Gezelligerd, zeg Gordon dat nou. Ja. Wat heb je ook weer aan, Gordon? Even serieus, waar zit ik naar te kijken? Dit is wat te bizar voor woorden. Trouwens, oh mensen, helemaal vergeten. Ben je al geabonneerd op mijn kanaal? Zo niet, doe het. Nu. Kijk dan, ze doet het gewoon. Zo, die is wel enthousiast. Laten we dat zeggen. Gewoon lekker enthousiast. Nu is Samantha. Maar ze zong helemaal niet. Maar ze zingt toch? Ben ik nou gek of... Het gaat niet goed. Ze mist gewoon een woord. What the f***? Amerika tot in de Himalaya. Hartstikke leuk en aardig allemaal. Hey, ik ben fan, man. Florentine Mol. Ze heeft energie. Ja, ze heeft zeker energie. Dat mag je zeggen inderdaad. Tieneke. Ja. Ik vind dat zo mooi. Dat vind ik schitterend. Dat je zeg maar mensen dan... Ze staan dan zo. En dan gaat de muziek aan en dan is het... Dan denk ik van, dan kan je daarvoor ook wel een beetje een leuke podium opkomen ofzo. Maar dat heeft Tineke dus geen zin in. Het is weer een Belg trouwens. Hey, fuck die Belg man. Ik wil Nederlanders zien. Black was sold out. Leuk, vet, grappig shirt heb je aan. Wat een gezin is dit zeg. Holy shit. Of zou dat haar ouders zijn? In dat geval zit heel lullig. Oh, zijn de ene maar... Zo. Zien jullie die gast daar staan? Die? Hij lijkt heel erg op die gast van die meme. Van die, van everything's going alright. Zeg maar, ken je die meme? Hij is het. Dat is hij. Dat kan niet anders. Dat moet hij zijn. Nou, wat een saai nummer zeg. Nee, ik kan wel juichen, maar ik ben gewoon niet door hoor. Dus waarom zeg je nou woe? Je moet eigenlijk zeggen... Maar het zou veel leuker zijn. Hé, hey, we hebben hier een man. Een concurrent dus eigenlijk. Hallo allemaal. Weer een Belg. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben echt helemaal klaar. Nou, gaan we even kijken. Ik nog echt een piep. Het is een beetje strenge uitstraling, vind ik. Ik stond voor de spiegel. Jongen. Jammer dat hij de grond in wordt getrapt. En alle mensen zouden van me houden. Maar dit kan ik ook, mensen. Kom op, hé. Ik zit hier nu. Als een trieste gast achter mijn computer. Omdat ik dit niet hierheen mocht. Maar dit kan ik ook. Wat gebeurt? Het gaat helemaal mis. Nee, dit is niks. Nee, Bart, sorry, maar dit is het niet hoor, Bart. We hebben weer een man. Oké. Wat zien we hier? Hij voelt zichzelf ook redelijk voor lul staan, denk ik. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Oh, hij zingt ook Alibaba. Stop, ik geef me over. Dit is zo slecht. Jij wil een droomprinsesje. Je eigen danseres. Stop me bijna huilen wat het zo slecht is. Wat is dit schitterend, joh? Thuis... Ze moet gewoon lachen. Ja. Ze heeft het druk. Nee. Oh, wat is zo'n toffe. Nou, ik denk niet dat ze bang zijn dat, dat hij doorgaat. Dat gaat echt niet gebeuren. Kriebels in mijn buik. Is het dit lichtje in mijn... Oh mijn god, er gaan helemaal stuk. Het is wel schitterend. Ik vind het heel mooi. Oh. Ik voel de kriebels in mijn buik.
Maar even serieus, hè. En nu, mensen, wil ik echt een serieuze noot. En luister, Gert, als je kijkt, ik heb echt mijn best gedaan bij mijn auditie. En ik heb echt mijn best gedaan. Ik ben in de studio geweest. Ik heb het ingezongen. Ik heb echt mijn best gedaan. En ik ben niet door, om welke reden dan ook. En deze gast die hier als Aladdin vals loopt te zingen, die is wel door. Het is te triest voor woorden. En naast die is ook mega oneerlijk. Man. Stijn, niet meer doen, jongen. Ik zie dat jullie allemaal een hele mooie bubbel zitten. Hey, een Nederlander. Yes! Ik weet niet of iedereen het kent. Het gaat eigenlijk over een eenzame periode in corona. En ja, ik hoop dat jullie dan ook in mijn bubbel willen treden. Nou, super lief, hé. Hoe cute is dit? Ik zeg het gewoon. Nou. Het ding is, dat staat ook nergens op, want ze gaan echt niet na een minuut nog drukken, die Gordons. Het is of meteen drukken of niet, toch? Ik heb geen huilbuiplaat opgezet. Ja, die gaat toch wel door, die kan weer zingen. Dat is helemaal niet leuk, joh. Daar lachen wij niet om. Ik ben Myrthe, ik ben 19 jaar. Myrthe. Myrthe. Zij moet een soort Belgisch napraten, als ze zelf ook Belgisch is. Ik kom vandaag voor jullie hart verloren zingen. Ik ben echt super blij dat ik hier ben. En Koen niet, want... Koen. Wel echt basic, vind ik. Ja, dat ziet er niet echt bijzonder uit. Ik ben op de camping en ik moet nog een auditie doen. Ik hoorde, joh, die wil ik niet maken. Ik ben laat naar een dans in... Nou ja, dit doet mij niks. Yes, weer een gast. Matthijs Tio. Hey, Nederland. Haarballen. Ik word helemaal allergisch als ik zie dat andere mannen bij K2 zo K3 zijn. Terwijl, ja, daar hoorde iemand anders staan. Ik hoorde daar te staan. Daar, dat was mijn plek. Netjes gezongen. Ik noem het gewoon saai. Ja, eerlijk, ik ben gewoon eerlijk in. Hallo allemaal, ik ben Thomas en ik hoop dat jullie je lasso bij hebben. Nee, natuurlijk niet Thomas, want de f*** zou iemand naar een K2 zo K3 auditiedag gaan met een lasso? Wie heeft nou een lasso? Wat een domme vraag. We gaan met de lasso zwaaien vandaag. Thomas gaat met zijn lasso zwaaien, nou. Het is een kinderprogramma, Thomas, kom op. Het signaal dat de vakantie kan timing, beginnen. Timing, een beetje lastig, ja. Kan beginnen, lijkt alsof ik naar kerst aan het luisteren ben. Nee, hebben we Kato met Oya Lele. Hallo allemaal. Dan hoor je het alweer. Ja. Zing met ons mee. Ja, dit is ook een chique autotune. Dit is echt triest aan het dag, autotune dus. Enkel een reuze knuppelbier, als jij iemand bent. Ja, ik val hier echt in slaap als ik dit kijk. Lange. Ze hebben een andere kleren aan, want dit is dus aflevering 4, mensen waar we nu naar kijken. Ik voel me net in de hemel. Maar zij is wel goed, hè? Dus die zal wel gewoon doorgaan. Ik neem jullie mee op de Love Boat Baby. Yeah. Love Boat Baby. Iedereen om je heen, jaagt op leven de zon. Ja, die vind ik wel lekker, hoor. Ik denk als je dit zeg maar losknipt, dit stukje. Jaagt op leven de zon. En dan even een leuk liedje eronder. Misschien toch Set Your Mind Free, klein stukje. Ja, ik denk dat het er wel aardig uitziet. En dan bam, bam, bam. Misschien ook sneller. Dan lijkt het alsof je een soort voetbalfan is. Zeg, want een van deze mensen die ik hier dus beoordeel, wordt straks echt de K3. De derde K3. Wat van een ja, die is wel gewoon goed, hè. Ik ga een liedje zingen voor... Brabant, Belgisch dus. Echt, het is dat Gordon homo is, want anders zou hij echt een sim zijn. Mijn naam is Penelope en ik denk dat er hier ook wel een paar mensen zijn die ooit de droom hebben om beroemd te zijn. Je droom beroemd zijn, ik kan daar gewoon echt niet naar luisteren. Flikker even op, man. Hoi, hallo, ik ben Luna, ik ben 23 jaar. Ik rolschaats al 20 jaar. Ze rolt al 20 jaar. En ben je wel naar school geweest of zo? Jezus. Was jij al ooit zo verliefd? Ik heb een tip misschien voor Luna Haarweg. Misschien gewoon lekker blijven rollerschaatsen, joh. Mijn naam is Olly van der Vloed. Ik ben 23 jaar. Ik ben zelf non-binair, wat voor mij betekent dat ik zowel geen jongen als meisje ben. Ik ben gewoon, ja, Olly. Dit is een Olly, dus. Hier zijn we dan speciaal voor jou. De drie goede feeën uit je droom. Het is wel lullig, want je komt er dan. En stel, je kan f***ing goed zingen. Omdat Gordon vindt dat je lang haar hebt, ga je dus niet door. Focus, focus. Iedereen kan het overaan. Ja, mensen, je hoort het bij mij echt. Elke noot leg ik goed. Ik leg elke noot goed. Hey, Taco. Taco, luister even. Ten eerste, wat heb jij een lekkere naam? Ten tweede, wat zie je er nou weer uit, joh, Taco? Mijn naam is Taco Snelleman. Normaal gesproken ben ik DJ. Maar vandaag gaan we hier een feestje bouwen. Met Kuma Hey. Als er nu een knop was waar hij doorheen kon vallen en zo'n gat in de grond was, die weg. Zo ga je niet naar een auditie. Nou ja, dat vind ik ook. Het ziet er niet uit, dit. Dit is echt verschrikkelijk. Dit is een beetje hoe ik daar zou staan als ik zou mogen. Dan zou het zo gaan, denk ik. Zon en zand, dat ik weet me uit, doe wat ik wil. Dat is niet de tekst.
Holy shit, dit is slecht. Wat de f***. Spanning stijgt een top. Je werkt. Dit is echt koud of saai. De wereld is veel mooier dan je denkt. Mart heeft ook nog even niet zo'n mooie stem. Wat is dat mis met deze stem? Nou, ik vind dat raar, want dit was best goed volgens mij. We gaan nu naar Jarmo de Lacroix. Elke dag in het uniform en met een lach. Oh jezus. We gaan dus. Op zich vind ik het wel tof. Ik vind het wel tof. Dit is niet goed hoor. Cheerleader. Nou. Weer niet best. Gaan we nu naar Megane Moerenhout. Wat een naam allemaal, joh. Hallo, mijn naam is Megane. Oh, Megane. Megane. Er staat gewoon Megane, hè. Renault Megane. Maar het is Megane. Ik ga vandaag voor jullie een liedje zingen. Een liedje? Ik ga vandaag voor jullie een liedje zingen. Een liedje? Ga je een liedje roken, Megane? Dus geen twijfel. Hoppakee. Hoi, allele. Ik voel... Dames en heren, ik heb het gezien. Ik hoor je te zijn. Het is diep triest. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je hem leuk vond, vergeet me zeker niet te liken. Abonneer op mijn kanaal. En zie ik jullie bij de volgende video. De groeten. Megane Moerenhout.